Ciao, mijn co-creatoren. Hoe gaat het vandaag? Hoe zit het met je eigen vibratie? Want jij bent een vibrationeel wezen. Hoe je het bent of keert, dat ben je. Want je gedachten zijn vibraties en je vibreert elke dag. Vandaag de video. Een methode hoe je op een hele simpele manier je vibratie kan verhogen, maar een zeer effectieve methode. Nou, ik zit tegenover een raam, prachtig, paar hele mooie witte wolkjes, maar voor de rest zonnig. En hoeveel van jullie voelen zich vandaag picobello alleen omdat buiten lekker weertje is? Vaak voorwaarde is dat buiten lekker weer is voor bepaalde gevoelens. En natuurlijk heeft dat mee te maken, maar what if? Wat als het weer totaal geen rol speelt, zodat je je goed kan voelen? Toen ik deze methode heb gewoon toegepast, sowieso ontdekt, veranderde heel veel dingen. Sowieso buiten hoeft niet zonnig te zijn, zodat ik me goed voel. Het kan regenen, interesseert me geen moer. Ik voel me goed. Hoe doe je dat? Het vergt zeker oefenen. Ik geef je methodes, maar sowieso moet je het zelf doen. Toen ik aan mezelf begon te werken, ik was zo leergierig. Ik dacht, there is no end to it. Ik wilde alles ontdekken. En mijn prioriteit was om me goed te voelen. Voornamelijk mostly goed te voelen. En begonnen allerlei ongelofelijke dingen te gebeuren. Wonderen. Dus dat wens ik jou ook. Als je wakker wordt dat je denkt, niet gelijk, ja, wat voor weer wordt het of wat gaat er allemaal vandaag gebeuren. Maar dat je zelf al weet, dat je zelf al verwacht dat het een mooie dag wordt. Dat je eigenlijk een verhaal in je hoofd hebt, totaal gefocust op datgene wat je wilt. En gefocust op positieve zaken, want een positive mind zal sowieso positieve resultaten brengen. Terug op vibratie. Waarom is dat zo ongelooflijk belangrijk? En bijna in elk video van mij ga je dat horen. Vibratie, vibratie. Waarom? Wij zijn voornamelijk vibrationele wezens. Wij vibreren. Kwantumfysica. Wij zijn niet alleen ons lichaam, maar ook onze ziel. Our inner being, innerlijk wezen, die vibreert en ook je op cellulair niveau vibreer je. Want zoals je weet, klein beetje uit natuurkunde en scheikunde, alles bestaat uit atomen die samen weer moleculen vormen. En die trillen ook, die vibreren ook. Glas vol met water, vibreert ook, je ziet het niet, maar alles is in beweging. Alles heeft zijn eigen frequentie. Zelfs een komkommetje heeft eigen frequenties gemeten. Moet je nagaan, jij met je lichaam, met je energie, met je aura, jij zendt bepaalde energie uit en vooral je gedachten. Je gedachten zijn vibraties. Dus, hoe verhoog je je vibratie? Stel je voor, you just tuned in, je kijkt naar deze video, maar je voelt je vandaag niet 1, 2, 3. Niet zo lekker. Misschien heb je gehoord slecht nieuws. Misschien voel je lichamelijk niet goed. Misschien mentaal is er iets. En hoe kun je eigenlijk je vibratie verhogen? Kijk, alles wat je in je leven wilt, of het eigenlijk beter werk is, je partner, betere partner, betere levensomstandigheden, alles wat je wil in je leven, wil je. Er is maar één reden waarom je dat wilt.
om je beter te voelen. Om je goed te voelen. En verhoog de vibratie. Je goed voelen voelt sowieso al goed. Dat is gewoon uitstekende staat van welzijn, van zijn. Maar de wet van aantrekking, dat is in de vortex zijn, betekent automatisch dat alles naar je toe komt wat eigenlijk evenredig is met dat gevoel. Hoe mooi is dat? Als je eigenlijk beseft dat het belangrijkste is dat je je goed voelt en het belangrijkste is dat je naar de vortex gaat, dat je je vibratie verhoogt. Nou, met deze methode, zo'n makkelijke methode, maar zeer effectief. En die heet, zou het niet mooi zijn? Zou het niet mooi zijn? Puntje, puntje, puntje. Je kan dit allemaal ergens opschrijven. Maar je kan bijvoorbeeld dit herhalen. Als je auto aan het rijdt of aan het fietsen bent. Maakt niet uit wat je aan het doen bent. Als je eventjes tijd voor jezelf hebt, kun je dit in je hoofd herhalen. En wat mooiste is om een positief momentum te starten, heb je 17 seconden nodig dat die eigenlijk volledig start en zich gaat vibrationeel manifesteren. Dus mocht je deze methode herhalen, zo effectief dat je eigenlijk een minuutje of twee, nadat je een minuutje of twee bezig bent, heb je al een positief momentum gestart. Zou het niet mooi zijn om vandaag een prachtige dag te hebben? Zou het niet mooi zijn om meer geld te verdienen? Zou het niet mooi zijn om nog fitter te zijn? Kijk, wat je zelf gaat invullen, moet je zelf natuurlijk weten. Maar begrijp het belangrijkste. En dat is, het universum hoort niet, word je niet. Het hoort alleen maar mooi zijn, puntje, puntje, puntje. Dat is alleen voor jou belangrijk om te weten. Het universum zal sowieso altijd en al voor altijd horen wat jij voelt. Dus niet wat je zegt. Dus je wil eigenlijk gevoel ook opwekken met deze methode. Dus je kan herhalen, zou het niet mooi zijn, dit en dat, maar je moet jezelf in die staat brengen. Als je, dit is echt het belangrijkste van deze methode, als je een probleem hebt, oftewel een gevoel, een negatief gevoel, kan naargevoel zijn, misschien boosheid, verdriet, doet er niet toe. Je zit behoorlijk specifiek in dat gevoel. Om van specifiek negatief gelijk te jumpen naar specifiek positief is een grote sprong. Dat lukt niet 1, 2, 3. Dus je moet in bepaalde etappes gaan. Dat is ook zoals iemand zeer positief, zeer opgewekt komt en helemaal vrolijk doet, helemaal in zijn vortex is. En als iemand die echt niet lekker in zijn vel zit, helemaal chagrijnig is, die kan dat niet maken. En dan, ja, degene denkt van, nee, voelt alleen maar irritatie. Denkt van, wat is dit, joh? Weet je? Maar dat is goed. Zo iemand kan van verdrietige emotie opeens in jaloezie omschakelen. Want degene ziet iemand anders die vrolijk is en wenst eigenlijk dat. Dus eigenlijk jaloers zijn is beter dan verdrietig zijn. Want jaloezie is een hogere vibratie dan verdriet. Mm-hmm. Dus iemand die depri is, als je die boos maakt, is het beter. Want verdrietig, hè? Je bent verdrietig, je bent gewoon eigenlijk een soort half dood, hè? Niks interesseert je. Maar als je boos bent, hè, dan dat is actieve emotie. Is hogere vibratie dan verdriet.
Dus eigenlijk moet je bepaalde etappes op de emotionele scala meemaken om uiteindelijk naar de hogere vibratie te klimmen. Dus zou het niet mooi zijn, mocht je specifiek negatief zijn, in het diep geworteld emotie zijn, probeer algemeen te zeggen. Zou het niet mooi zijn dat het beter zou gaan? Zou het niet mooi zijn dat ik een keertje stop om negatief te denken? Zou het niet mooi zijn om een keertje meer geluk te hebben in het leven? Zou het niet mooi zijn om zelf verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen gevoelens? Maar het is ook zo. Zou het niet mooi zijn om mezelf meer erin te verdiepen? Zou het niet mooi zijn om een keertje voor de grap even andere soort gedachten te kiezen? Zou het niet mooi zijn om een keertje gewoon te proberen positiever te reageren tegen anderen? En zo ga je klimmen. It's kind of rampage. Probeer gewoon van die negatieve situatie een beetje algemeen negatief te maken. En opeens als het gevoelsmatig klikt van I feel relief. Weet je, ik voel gewoon, ik voel me ietsjes beter. Probeer dan algemeen positief te gaan. En dan, als je echt gewoon gevoel hebt opgewekt van, weet je, zou het niet mooi zijn om Lotto te winnen? En heel veel mensen hebben een bepaalde drempel die ze moeilijk eroverheen kunnen. Anderen weer niet, weet je. Imagination werkt zo sterk. Weet je, soms vraag ik iemand, hoe zou je voelen als je zoveel geld zou hebben? Degene zegt zo. Ik weet precies hoe ik me zou voelen. Ik zou dit en dat willen kopen. En weet je, je ziet ze. Ze hebben al gevoel gemanifesteerd. Het is letterlijk alsof het waarheid is. Het is al gebeurd. Anderen zeggen meer van, ja, het is niet de realiteit. Dat gaat nooit gebeuren. En je ziet bepaalde overtuigingen. Maar hoe meer je hamer gewoon erop, weet je. Zeg maar, hoe zou ik me echt voelen als het zo zou zijn? Voor de grap. Weet je, ik hoef niet eens te kijken naar realiteit. Hoe zou ik me voelen? En je gaat zien, hoe meer je gaat ermee spelen, zou het niet mooi zijn, puntje, 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 dat je eigenlijk je vibratie, je gevoel gaat veranderen en je vibratie gaat omhoog. En kijk, heel veel van jullie zijn resultaatgericht. Ik ook. We willen dat allemaal manifesteren. Maar het gaat niet om die manifestaties, 1, 2, 3, die komen vanzelf. Het gaat om je gevoel. En als je begrijpt dat je gevoel al manifestatie is, you're there. Want law of attraction, de wet van aantrekkingskracht, werkt zo. Gelijke zal gelijke aantrekken. Je kan niet rijker worden door steeds te denken van, ik heb niks, weet je. Ik heb gewoon niks. Ik heb niet veel. Nee, je moet het gevoel opwekken dat het je lukt, dat je het kan, dat je het hebt. En dan komt het. Maar dat is hem. Deliberate creation. Als je opzettelijk wil creëren, dan moet je eigenlijk deze realiteit, die je gewoon waarneemt met je zintuigen, eigenlijk eventjes negeren om andere realiteit te manifesteren. Dat is hem. Want als je observeert wat er is, krijg je meer van dat. En daarom zeggen mensen die eigenlijk niet zo 1, 2, 3 in de wet van aantrekkingskracht geloven, terwijl het bestaat net als zwaartekracht, ze zeggen, maar ja, het werkt niet. Krijg deze resultaten, het werkt niet. En ze hebben gelijk, het werkt niet. Ze geloven dat het niet werkt. En wet van aantrekkingskracht discrimineert niet. Die geeft je precies degene wat je voelt. En je krijgt bevestiging. Ja, mensen zijn gemeen tegen mij. Mensen vinden mij niet lief. Bevestiging overal. Ja, mensen zijn gemeen. Mensen zijn niet te vertrouwen. En inderdaad, je wordt weer bestolen, hè. Maar mensen zijn geweldige wezens. Geweldige co-creatoren, partners. In mijn leven.
En zo zie je, weet je. Ga je naar buiten en dan tref je bepaalde mensen en zie je ze. En dan krijg je eigenlijk het beste van hun. Ook heb je kleine co-creatie bij een tankstation. Hoi, hoi. Of, wil jij even voor me of zo, weet je. Je krijgt van die dingetjes, weet je. Het is zo prachtig. Speel ermee. Geniet ervan. Leven is bedoeld om vreugdevol te zijn, om vrijheid te voelen, om liefde te zijn, om liefde te voelen en te verspreiden. Wat het mooiste is, jij en alleen jij bent verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. En jij bepaalt wat er gaat gebeuren in je leven. Ik snap het wel dat sommigen denken, nee, het is niet zo. Want bepaalde nare dingen zijn gebeurd. En dan denken ze, hoe heb ik dat in godsnaam naar mezelf toegetrokken? Maar dat heb je wel gedaan. En dat is goed nieuws, want je kan alles weer veranderen. En we beginnen met een prachtige methode. Zou het niet mooi zijn? Verhoog je vibratie. Alsjeblieft, comment below. Hoe gaat het met deze methode? Hoe voel je? En je zal zien, na een tijdje gaat opeens skyrocket, weet je? Comment below wat je allemaal hebt meegemaakt. Zou het niet mooi zijn om vandaag de mooiste dag van mijn leven te hebben? Speel ermee, you have nothing to lose. Dit gaat je vibratie verhogen. Je gaat je beter voelen. Je traint je mind sowieso om te focussen op beste. En give it the time. Weet je, verpest het niet. Dat is net als een zaadje zetten in een potje. We hebben zaadje net gezet. We hebben vibratie verhoogd. En morgen gaan we weer eruit plukken. Oh, of klagen, hij is niet gegroeid. Incubatietijd. Hij moet groeien, net als de baby in de buik, 9 maanden. Ik zeg niet dat we 9 maanden moeten wachten, maar give it like 20 days. 30 dagen van vandaag zou het niet mooi zijn spelen als negatieve gedachten komen, zo te neutraliseren. 30 dagen, let's do it. Welke dag is het vandaag? 4 juli of zo, 5? Dus ergens begin augustus, als we terugzien... En te vergelijken. Maar you gotta play fair. You gotta feel good. Weet je? Are you in? Comment below als je gewoon dat wil doen. 30 dagen zou het niet mooi zijn. Soort challenge. En dan, weet je, jij kiest hoe je voelt. Kies gewoon beste gedachtes. En dit is gewoon een anekdote. Hele mooie. Die ik van Abraham Hicks heb gehoord. En sindsdien... ben ik echt zo picky, weet je, kieskeurig met mijn gedachtes. Kijk, leven is een groot buffet. En op dat buffet, allerlei soorten eten, is eigenlijk allerlei gedachtes. Positieve, negatieve, leuke, minder leuke. Alle positieve lust jij, net als heerlijk eten die je lekker vindt. Maar alle negatieve, ja, dat lust je niet. Dat is eten die je nooit eet. Bleh, is niet lekker. Dus je gaat naar het buffet, je wil gewoon eten pakken. En waarom doen meeste mensen pakken iets wat ze niet lekker vinden en zetten op hun bord? Dat doe jij met je negatieve mindset en negatief denken. Dat doe je. Je pakt gewoon vreselijke dingen en daarna ben je kotsmisselijk. Don't do that. Dus kies juiste, goede, gezonde gedachtes. Kies beste gedachtes voor je. En je kan zeggen tegen mij, maar Anna, kijk mijn realiteit. Ik moet mijn rekeningen betalen. Maar de wet van aantrekking werkt. Zo. Hoe meer je negatief gaat denken, hoe meer negativiteit gaat oogsten, oftewel gaat ontvangen. Wil je iets veranderen? It's not the action. Het is geen actiewerk qua gewoon iets doen. Het is meer mentaal werk. En dan krijg je inspiratie om iets te doen. Maar je moet gewoon mentaal hier
eerst in orde krijgen. Dus zou het niet mooi zijn, methode, gebruik het volgende 30 dagen en creëer het beste in je leven. En comment please below wat je hebt aangetrokken, hoe je voelt. Let's do this. Ik wens je een prachtige dag toe. En zou het niet mooi zijn dat we elkaar nog een keer zien. En dat we onze vibratie zo hebben verhoogd. Dat we met z'n allen lekker genieten. En dan gewoon chillen. Love you a lot. En spreek je gauw. Ciao.